Zand, klei en grind winnen voor de bouw. Extra ruimte creëren voor het afvoer van het water van de Maas. En een ruim 7 kilometer lang natuurgebied langs de oevers van de Maas. Dat is het project Over de Maas bij Alphen in de gemeente West Maas en Waal. Het pontje tussen Alphen en Lith, de verbinding tussen de provincie Gelderland en Brabant, is gewaarborgd door een brug te bouwen over de toegangsweg naar dit veer. De nieuwe brug is vanochtend officieel geopend. De opening van de brug Veerweg Alphen-Lith is het laatste deelproject van het grote project Over de Maas en wordt met deze opening hierbij afgesloten. De start van het project was al enkele jaren geleden. Dit is gestart in 2017 met gesprekken naar aanleiding van oproepen van bewoners om iets meer nog te kunnen doen aan ruimte voor de rivier. En uiteindelijk hebben wij overheden kunnen interesseren om een iets andere en iets langere brug te bouwen en iets bredere geul te maken dan afhankelijk was voorzien in het project. En daarmee extra ruimte voor de rivier hebben kunnen bewerkstelligen. En als provincie zijn we daar ook mee bezig. Naast het Rijk, dus beide provincies Brabant, Rijk en Gelderland hebben toen besloten van we vinden dit een kans om dit project wat al in ontwikkeling was, te benutten, te gebruiken om hiermee ook zeg maar extra stukje waterstandsdaling te realiseren met deze verbrede geul en een extra lange brug. Ja. Het is een unieke brug geworden waarbij er rekening mee is gehouden dat hij ooit nog eens onder water kan komen te staan. De brug die nu gebouwd is, kan bij hoogwater zelfs helemaal onder water komen te staan. Dat is misschien wel de enige brug in Nederland die dat kan overkomen. Daar is ook rekening mee gehouden in het technische ontwerp. Dus hij kan je niet wegdrijven. Hij is op een bepaalde manier gefixeerd. En het leuningwerk kan heel snel worden verwijderd voor het geval dat we dat aanzien komen. Zo'n specifiek ontwerp kost natuurlijk wel wat en wordt door meerdere partners gedragen. Alles bij elkaar. Over de Maas had deze brug natuurlijk al gepland. Dus dat deel hebben zij ook letterlijk geïnvesteerd natuurlijk ook in deze brug. Hebben wij nog extra, zo'n pakweg 3 miljoen extra bijgedragen. Rijk, waarvan Rijk het grootste deel. En dan beide provincies. Het project is zeker niet zonder slag en stoot verlopen. Er waren veel problemen te overwinnen. Tijdens de bouw ook veel tegenslagen gehad. Hoogwater. Op de meest ongelukkige momenten last van hoogwater en moest de bouw worden stilgelegd. We hebben last gehad van oeverzwaluwen die zich nestelden en waardoor we niet konden graven. We hebben heel veel moeite gehad om een middenpijler, het is een brug met een middenpijler, die heel diep gefundeerd is. Nou, er moest een droge bouwkuip voorkomen. Dit kregen we met heel veel moeite voor elkaar. Er moesten alternatieven voor worden bedacht. Maar goed, uiteindelijk hebben we al die tegenslagen overwonnen en staan wij nu... zijn we nu klaar om hem feestelijk te openen. Ja. En we zullen maar zeggen, de aanhouder wint. Ja.